Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video. Mason is op school. Mijn ouders komen nu net aan, dus ik ga snel de deur open doen. En ja, ik zie jullie zo. Doei! Alle spulletjes. Kijk, daar zijn ze helemaal met de bus gekomen. Oh, lekkere sausjes. Alles van de toko. Voor de baby. Kleed. Hier nog. Nieuwe tv voor Macy. En oh my god. Leuk, leuk, leuk. En allemaal leuke dingen voor Mees. Oh, die kan vast niet wachten. Die gaan we zo ophalen van school. Nou, dit staat ook helemaal top. Nu alleen nog de boxkleed eronder. Helemaal beeldig. Zo, nou, opa en Cher waren bezig, maar we moeten nu weg. Dus we gaan hem vanavond afmaken. Dan hangt hij, hè Mees? Pas op, schat, nu met die deur. We gaan nu even richting KDW. En uit eten. En we zijn weer lekker in de stad. En Mees is een standbeeld. Vanavond gaan we verder met de babykamerdingetjes. Zal ik jullie ook eventjes laten zien hoe en wat. Ze kijken allemaal naar jou. Ah, en ik heb mijn nieuwe laarsjes aan. Oh my god. We gaan zo lekker bij de Italiaan eten. En ik heb erg een trek. Papi en mami. Oh, daar zijn ze. Binnen. Geraldo. Where are you? Bon appétit. Bon appétit. Enjoy. Bon appétit. Thank you. Thank you. Si. Michele Rosé Vino. Patate. Yes. And the spicy salt. Spicy salt. Dag. Gisteravond niet veel meer laten zien bij de babykamer. Ga ik vandaag wel doen. Mijn vader is ook thuis gebleven. Die is aan het klussen. En Macy zit op school. En ik ben nu met mijn moeder lekker even naar de mall gegaan. En we zijn nu kleding aan het passen. Ik had dit jurkje aan in twee kleurtjes. Nou, veel te kort vanwege mijn buik. Maar wel dit jasje. En die vind ik wel leuk staan. Dat kan nog wel op outfitjes met een jurkje. Ja. Even kijken. Een jasje die had ik net al laten zien. Met gewoon een even zwart jurkje. Maar ik heb dus wel hele leuke oorbellen gehaald. Oh. Ik dacht bij dat jasje, met blauw en dan met zwart, is wel heel erg leuk. En nu nog even lekker een koffietje doen. En dan gaan we zo richting Mees. En we gaan nog even naar de Hema. Precies daar zit dus de Hema. Even lekker stroopwafels en dingetjes halen. Lekker. Heerlijk. Zo, van de Hema. Pepernoten. Gevulde koeken. Stroopwafels. Oh, oh, oh. Die Hema is heerlijk. En geurstokjes van Sarah Home. Deze. En die. En kijk nou, leuk. Dit is wel echt super schattig. Van de Sarah Home. Oké, ik ben thuis. Mijn vader is druk bezig. We gaan nu eerst even lekker lunchen en een soepie eten. Maar wou ik jullie even laten zien hoe leuk dit dus is met het lampje. Kijk. Even kijken hoor. Daar gaat die. Wacht. Kijk, nu gaat die fel. En dan heb ik helemaal mooi licht in de kast. En dan kan je hem dus helemaal dimmen. Naar donkerder. Zo. Aan. Of uit. Nou. Het is toch echt te leuk. De kast die hangt hier nu al. Maar die is toch niet klaar. Daar gaat mijn vader zo mee verder. Dus ik hou jullie even op de hoogte
straks hoe die is. En met de kussen en alles erop. En het vloerkleed. En de lamp hangt ook. Kijk even hoe leuk dit is. Ah, zo leuk. Zo, lekker de kipstorma. De babykamer wordt echt prachtig. Ik wil nog niet te veel laten zien. Wie wint er? Opa! Je nog kans om achteruit te gaan. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. De rest van de babykamer ga ik allemaal nog eventjes geheim houden. Omdat ik toch een aparte video wil maken wanneer echt alles binnen is. En dan echt alleen maar alles over de babykamer en laat weten waar de rest allemaal van is. Want er komt nog best wel wat binnen. Meestal zijn nieuwe bed is net wel binnengekomen. Die is mijn vader nu al aan het in elkaar zetten. Mijn moeder en ik moeten nog even naar de IKEA iets ophalen. Daarna halen we Meesie van school. En dan laat ik jullie het bed zien. En dat is dan gelijk ook zijn verjaardagscadeau. Wat hij van mij en zijn vader heeft gehad. Dus het is echt heel leuk. Hij is helemaal blij met zijn nieuwe kamer. Echt zo schattig. Dus dat is even voor vanmiddag. Maar nu eerst weer richting de IKEA. En ik ben buiten adem. Oké, let's go. Kom. Zo, eindelijk thuis. Nee, is het niet vriezer, schat? Of koud? Kom. Allemaal spulletjes voor Mees en de baby. En IKEA. Dat is ook echt het laatste. En nu hebben we alles. Wacht. Hoe was het op school? Er zit zo'n godientje. Leuk. Kijk eens, Mees. Zit een lekker klusje, opa? Hè? Zit een lekker klusje? Ja, zeker mooi klusje voor me. Hey, goeie. Morgen. En super vroeg. Doei. Gaan jullie uitwaaien? Daar gaan ze weer. Hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Mijn ouders die zijn vanmorgen heel vroeg teruggegaan. Die zijn inmiddels ook alweer thuis. En meestal zitten op school. Laatste dag, want het is vandaag vrijdag. Dus ik vind het heerlijk dat het dan eventjes weekend is. Geraldo komt ook weer terug van voetbal. Die is 2 dagen weg geweest. Voor de Europa voetbal. En wat ik wou zeggen was dat hij zondag ook een uitwedstrijd heeft. Dus morgen als het goed is ook alweer vertrekt. Maar ja, dat is even niet anders. Het hoort er allemaal bij. Ik ben even omgekleed. Ik weet oprecht niet meer wat ik aan moet. Mijn buik wordt met de dag groter, zwaarder. En mijn bekken... Alles, ik voel het indalen. Ik heb last aan de binnenkant van mijn benen. Bij mijn schaambod daar alles. En ja, het is gewoon gevoelig. Maar wat ik jullie dus even wilde laten zien. Want ik sta nu ook in Mees in zijn kamer. Ik wilde laten zien zijn nieuwe bed. Hij staat. Oh, en hij is er zo blij mee. Hij heeft hem dus gisteren gezien. Ik was hem eerst helemaal... klaar aan het maken met kussentjes en zijn nieuwe dekbed en alles en nog wat. En toen gisteren was hij helemaal nerveus, kwam hij zijn kamer in. Jump! Ja, dus die is helemaal blij met zijn nieuwe vroege verjaardagscadeau. Wat hij van mij en Lars heeft gehad. Dus wel echt top, zo'n kind met een lekkere bokspring, lekker tv'tje erbij. En dan kan hij gewoon heerlijk in zijn kamer ook tv kijken. En lekker gewoon hier logeren met zijn broertjes en met mij af en toe, hoop ik. Tot nu toe zegt hij alleen papa mag in mijn bed. Maar oké. Maar ja, echt een heel mooi bed. En ben ik er echt blij mee. En hij dus ook. Ja. Dus dat eigenlijk. En loop ik heel snel hier voorbij. Want ik wil dus niet nog alles laten zien vandaar. Dus jullie moeten eventjes nog wachten tot ik denk
Over ongeveer 3 weekjes de video van de babykamer. Een hele die andere kwam die hierna. Was hetzelfde. Wij zijn het nieuwe album aan het luisteren van Ronnie Flex. En I like it. But, ja. Yeah. Mason heeft weer een leuke dag op school gehad. En ik ga trainen! Ja, wij zijn daarna naar een fietsenwinkel gegaan. Want... ik mag een nieuwe fiets. Mason mag een nieuwe fiets. Want mijn Mercedes fiets is wel een beetje te klein. En ja, zijn andere fiets is echt te klein. En een stuk en van kapot, alles en nog wat. Kapot. En vies. En ja, van mij had je natuurlijk al een nieuw bed gehad. En nog een cadeautje als je echt jarig bent. Dus je dat zei, weet je wat? Ja. Dan krijg je van mij een mooie fiets. Dus we zijn net eventjes bezig kijken. En ik weet het al. Maar ze hebben hem nog niet opgehaald. Dus we moeten even wachten tot Charlotte er is. En hij wil mee en nog even kijken. En hoe en wat. En al die dingetjes. Dus dat zullen jullie nog wel zien. Maar nu eerst richting trainen. Maar we gaan nu eerst even naar voetbaltraining. We zijn er over 4 minuten. En dan, want dat is ook weer begonnen. 2 keer per week. Vakantie is over. Voetbal is weer begonnen. School is weer begonnen. Maar vandaag wel weekend. Dus na voetbaltraining. Oh, heerlijk. 2 dagen. Even lekker vrij. Is lekker hè, schat? Heb je zin om te trainen? Ja. Oké dan. Superleuk is het. Is leuk hè? Is lang geleden ook. Ik hou van voetbal. I know. Zo, dat even lekker in het zonnetje. Oh. Charlotte is ook onderweg. Even een potje training kijken. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Zoals jullie kunnen zien ben ik bezig met de tassen inpakken. Ja. Ik vind het fijn als ik het gewoon gedaan heb. En dat het gewoon klaar staat. Want ook hier komt er nog een drukke periode aan. Omdat Mason nog jarig is. En we dus visite en alles krijgen. Dus ik heb zoiets van als dit gewoon lekker klaar staat. Mocht het eerder komen of wat dan ook. Dan heb ik in ieder geval mijn spulletjes compleet. Want bij Mason was dat namelijk... heel anders. Dus ik ga even een beetje er doorheen wat ik allemaal mee heb genomen. Macy is heerlijk buiten aan het spelen. Dus die kan ik vanaf hier lekker zien. Dat is ook fijn. Ja, ik heb dus voor mezelf onderbroeken. Onderbroeken en een boxertje. Oké, ik ga weer door. Want mijn batterij viel uit. Dus onderbroeken, boxers. Dan neem ik 2 soorten... topjes mee. Deze en een best wel wat strakkere. Geen idee hoe en wat. Dan neem ik dit badstof topje ook mee waar ik een kort broekje nog bij heb. Die ligt boven, die moet ik nog even pakken. Want ja, ik heb ook echt geen idee hoe het weer en zo dan is. Ik ga er niet van uit dat het echt heel warm is. Maar dat broekje die hierbij hoort is wel lekker groot. Dan een paar sokken. Voor Geraldo zijn joggingpak. Die ga ik ook alvast gewoon inpakken. En mijn grote shirt. Dan heb ik hier mijn een beetje linnenachtige pyjama blouse. Die ik denk ik aan ga doen. Tijdens de bevalling of wat dan ook. Geen idee. Oké, dus dat even qua kleding wat ik meeneem. Ja. Dan heb ik dus 2 soorten toilettasjes eventjes. Ja, het is niet dat ik heel veel nodig heb. Ik neem gewoon even een tandenborstel en tandpasta mee. Mijn slakkengel. Always. Vaseline en even een luchtje. Geen idee wat daar nog bij komt. Ik denk, ja, ik weet het niet. Ik zit ook te denken wat ik bij Mees allemaal gebruikte. Maar ja, misschien neem ik nog wat make-up spulletjes mee. Ik weet het echt nog even niet. Maar dan
riep Mees. Nee. Oké, dan het volgende. Ik neem hydrofiel doeken mee. Ja, ik hou me maar een beetje aan op een grote, een wat kleinere spuugdoekjes. Twee paar sokjes. Ik heb ook geen idee wat het pakje gaat worden. Wat hij gaat aandoen als we het ziekenhuis uitgaan. Ik neem er gewoon even een paar mee. Ik heb ook geen idee met de maat. Ik heb een blauwe. Ik heb een witte en crème kleurig. Dan twee rompertjes. Slofjes heb ik mee. En een jasje, klein vestje, want ik heb ook geen idee dus hoe het zit met het weer. Oké, dan heb ik hier een heel leuk toilettasje. Aan de andere kant staat zijn naam, dus ik kan hem niet omdraaien. Maar daar ga ik in doen. Even voor nu zinkzalf. Dit boxje waar alles in zit voor een thermometer en al die dingetjes. Ik heb kleine luiertjes mee, 5 stuks, en mini flesje van Avent. En dan ga ik hier deze dingetjes nog vullen met de kunstvoeding, het knuffeltje, billendoekjes, slabbertje, de deken en een thermofles. En dan ga ik nog even daar het kraampakket nu bekijken wat ik daarvan nog mee kan nemen. En dan ga ik hier denk ik het meeste in doen voor de baby. En in die tas even voor mij en Geraldo. Oké, ik heb deze er ook nog maar eventjes in gedaan voor het geval dat. En maandverband, watjes, klemmetje en nog alcohol. Oké, dus dat kan nu ook in de tas erbij. Oké. Dit staat klaar. Dat is toch wel even een lekker gevoel dat dit gewoon lekker hier kan blijven staan. En ja, wanneer we het nodig hebben, dan pakken we dat. Ja, ik ga nu even lekker mijn uitgroei doen en ik zie jullie zo. En daar ben ik weer. Eventjes lekker mijn haartjes weer geverfd. En Maisie moet een opdracht doen voor school. Komt u, meneer? Hij moet nog iets afmaken. Hij moet namelijk nog deze kat inkleuren. De streepjes zijn al gedaan. Dus dat gaat hij nu eventjes doen. Heel bedankt, vind ik wel mooi. Zo, dat heeft hij even goed gedaan. Helemaal trots op hem. Dus dat kan hij morgen al in gaan leveren. Ik had nog wat vragen gekregen onder de vorige video. En ik zou steeds eventjes wat vragen doen. Wat jullie nog willen weten en dat soort dingetjes. Dus ik dacht, even nog een momentje ervoor, want de video is hierna ook alweer afgelopen. En ik ben ondertussen voetbal aan het kijken. Even kijken. Iemand was benieuwd of ik nog extensions draag. Ja, ik heb nog steeds mijn, mijn extensions erin zitten. Wel ga ik die er binnenkort uithalen. Ik weet nog niet precies wanneer, maar ze moeten er wel echt uit. Nu komen Bootje, Jeffrey en Amanda de tweede week september nog hierheen. En denk ik dat ik het Bootje wel eventjes erin laat zetten. Ik heb ook wel weer nieuw haar besteld. Dus ja, ik denk wel dat het soms ook gewoon eventjes lekker eruit. En dan weer even een tijdje eruit. En dan weer erin, eruit en erin. En ik weet dat heel veel mensen zeggen laat het eruit. Want het is hartstikke mooi. Maar ja, ik ben gewoon dit en ik vind dat altijd wel weer een beetje dan wennen. En van welk merk het is? Het is van Glam by Moi. Ik ga altijd bij Glam by Moi voor mijn haar. Dat zit in
bij Mooi aan de Amstel. Glam bij Mooi. En ja, ik doe eigenlijk daar alles. Welke groep gaat Mason? Nou, Mason die zit nu in groep 1. Hier beginnen ze vanaf 5, 5,5, 6 met de basisschool. En dan begin je gewoon bij 1. En dan is het gewoon groep 1, A, B, C. Of groep 2, A, B, C. Zo werkt dat hier. Dan is de volgende vraag. Naar wat voor school gaat Mason? Is het een privéschool? Is het een internationale school? Een Duitse school en waarom ik voor die keuze heb gemaakt. Ik heb Mason expres op een normale Duitse school gedaan. Van tevoren had ik niet kunnen weten dat hij zo goed het Duits zou oppakken en het zo goed zou doen. Maar ik heb expres gewoon een normale school gedaan omdat ik zoiets heb van ik wilde eigenlijk eerst een internationale school, maar ook een internationale school zit altijd op bepaalde plekken. Ja, dus ik heb eigenlijk geen idee hoe ver ik had moeten rijden voor de internationale school hier in Berlijn. Maar wie weet gaan we weer verhuizen ergens anders heen. En of weer ooit in Nederland. Dan denk ik dat ik altijd internationaal zeg maar moet aanhouden. En ja, ik wou dat eigenlijk niet. Ik wou het allemaal zo normaal mogelijk. En gewoon wat iedereen hier heeft. Wel was het misschien makkelijk geweest internationaal. Zodat hij ook Engels erbij kreeg. En nog veel meer talen. Waardoor hij misschien in de toekomst andere talen nodig heeft. Maar ja, tegen die tijd zie ik dat allemaal wel gewoon. En tot nu toe gaat het top. Gewoon op de school waar die nu zit. Dus ja, ik heb ervoor gekozen om gewoon... ja, wat eigenlijk iedereen gewoon hier doet. En ik denk dat met internationaal ook niks mis is hoor. Dat zou ook makkelijk kunnen. Heb je bewust van Mason niet de spulletjes bewaard qua stoeltje, kleertjes, dingetjes enzovoort. En daarom nu weer alles nieuw gehaald. Nou ja, er zit bijna nu dus 6 jaar leeftijdsverschil tussen. Dus dan had ik 6 jaar lang al die babyspullen moeten bewaren. Ook, ja, ook met het verhuizen naar het buitenland en ook niet echt een woning in Nederland nog te hebben, is het best lastig om dingen zo lang dan te bewaren, denk ik. Ik heb natuurlijk wel lang in Nederland nog mijn woning gehad. En ik heb echt nog wel wat spulletjes van Mees. Maar de meeste dingen heb ik gewoon aan mijn neefjes gegeven. En verkocht. En aan mensen gegeven en dat soort dingen. Dus ja, dan was het eigenlijk makkelijk om gewoon nu alles nieuw te halen. Dan over de kledingkast. Nou, ik ga natuurlijk nog een aparte video opnemen over de babykamer. Maar mensen wilden toch alvast weten waar de kledingkast van is. Die is van de IKEA en het is gewoon de Pax. De Pax kan je maken zoals je hem zelf wilt. Dus ik heb hem eigenlijk gewoon met laadjes en dat glas en zo gewoon gemaakt hoe wij hem graag wilden hebben. Dan kreeg ik een oprechte vraag of ik met make-up slaap. Of ik ooit wel eens zonder make-up de deur uit ga. Neutraal wil zijn, met mijn eigen haar. Geen wimpers, nep haar eruit. En al die dingen. Nou, zoals jullie vandaag kunnen zien heb ik bijna geen make-up op. Ik heb ook bijna geen wimpers meer. Mijn wenkbrauwen die zijn sowieso getatoeëerd. Dus die teken ik een klein beetje bij. Soms doe ik een klein beetje even een poedertje of een foundation een beetje over mijn gezicht. Maar echt niet zo dat ik elke dag met zo'n laag make-up de deur uit ga. Dat zeker niet. Maar ik vind wel gewoon, als ik mijn ochtend begin en ik start hem, dan ga ik gewoon douchen. Ga ik gewoon een make-upje opdoen. Doe ik een beetje mascara op. Ik doe altijd even mijn haar. En ja, ik denk dat dat gewoon bij mij hoort. Ik vind dat verzorgd. Ik vind dat gewoon lekker als ik dat doe. Want als ik heel veel dagen achter elkaar niet mijn haar doe en niet mijn make-up doe en mezelf een soort van verwaarloos, word ik daar niet blijer van. Dus dat doe ik gewoon niet. En ja, ik ben daar gewoon altijd wel mee bezig. En ik vind het gewoon heerlijk. En
ja, er zijn ook zeker dagen dat ik geen make-up op heb hoor. Of in ieder geval in de avond sowieso niet. Want ik douche meestal na het eten gelijk en dan gaat alles eraf. Ik slaap zeker niet met make-up. Dat is iets wat ik ook nooit zou doen. Dus ja, that's it. Ja, dan op de... Deze vragen waren trouwens van de ene laatste video. En deze die ik nu doe waren van de laatste. Ik kreeg heel veel reacties onder mijn laatste video over meester zijn school. Met die testen en met de mondkapjes en al die dingen. En ja, ga protesteren. Doe je kind niet meer naar school en al die dingen. Ik snap dat heel goed. En mijn hart die breekt nog steeds als ik eraan denk hoe ik hem de eerste dag daar achter heb moeten laten. En ook met die testen. Maar... waar ik wel heel erg blij mee ben, is dat Mees het heel goed oppakt. En twee keer per week dus nu naar mij toe komt en zegt... mam, ik heb weer een coronatest gedaan en ze mogen hem daar op school dus gewoon zelf doen. Hij krijgt op zijn tafeltje een heel pakketje, een dingetje om de test te doen met het stokje. Vijf keer draaien in één neus, vijf keer draaien in het andere neusgat. Ja, het is misschien heftig en... de hele coronatijd vind ik heftig en alle regels die erbij komen kijken. Maar het is nou eenmaal niet anders. En ja, zolang Mees het goed oppakt en hij er geen problemen mee heeft. En niet om hoeft te huilen en de zenuwen ervan krijgt. En het dus gewoon prima zelf kan doen. En als dat goed genoeg is voor die school, ben ik blij dat dat het is. En het mondkapje mag op bepaalde plekken dus wel af in de school, heeft hij verteld. Als ze aan hun tafeltje echt aan het werk zijn of iets, dan weer wel op. Maar ik merk aan hem dat hij een soort van eraan wendt. Want als ik hem ophaal van school, dan zeg ik, Mees, dat kapje mag af. En dan heeft hij zoiets van, oh ja, ik heb hem nog op. Dus hij merkt het denk ik niet heel erg. En ja, ik weet dat het allemaal heel krom is. En ik weet dat het allemaal absurd is. En helemaal bij kinderen en al die dingen. Maar... zoals wat ik al zei, als Mason dit allemaal prima vindt en hij het goed doet op school, het naar zijn zin heeft en ik niet elke dag een huilend kind thuis heb die met tegenzin naar school gaat, dan vind ik het allemaal gewoon nog prima en laat ik het zoals wat het is en hoop ik gewoon echt dat het heel snel allemaal voorbij is en dat het weg kan gaan. Maar ja, ik denk dat iedereen dat wilt. Dat waren een beetje de vragen en de dingetjes. Mochten jullie weer gewoon vragen hebben of andere dingen willen weten of wat dan ook. Ik vind het wel handig om dit soort dingen soms eventjes te doen. Omdat ik ook niet heel veel dingen meer echt zelf doe. Dus ja, het is nu echt een beetje afwachten wanneer de baby komt. En me nog wel focus op de verjaardag van Macy, die natuurlijk 6 wordt. En nog familie die hierheen komt. Dus... ja, that's it. Ik ga weer verder met voetbal kijken. Ik ga deze video nu wel afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan had. En laat zeker een vraag achter mocht je die hebben. Doei!